Sineke. Wat was dat borreltje? Ja, nou moet ik wel een lekker borreltje. Nou, Sineke, onze eigen prinses van het levenslied, heeft niet alleen een gouden keeltje. Goud orgel heeft ze ook, wist je dat? Met allemaal van die pijpjes eraan. Hartstikke leuk. Shalalali. Ja, en ze doet het ook nog eens een keer uitstekend op de schaatsen. Nou jij, Pop. Ja, ze is de afgelopen weken uitgegroeid tot een kleine tornado, zie ik hier op het ijs. En ze verbaast ons iedere week weer. Ja, en ook bij de jury heeft ze steeds de wind in de zeilen. Dat zeg je toch? Maar ze krijgt het niet cadeau, want ook Sineke moet er af en toe wel een beetje vanaf, Sineke. En weer hard voor trainen. Ja, ja, daar komt ze hoor. Sineke schaatst inmiddels de sterren van de hemel en zweeft als een ware diva over het ijs. Geluk om een diva te zijn. Ja, het is echt gelukt. Je blijft groeien, een 8. Ik vind dat je ontzettend mooie kuren schaafd hebt. Een 9. Jee, mijn hoogste score tot nu toe. Ik ben zo blij. Met zoveel complimenten op zak is het voor Sineke een feestje om deze week op de baan te staan. Wij schaatsen deze week op het nummer van Amy McDonald. This is the life. Ik heb het gevoel dat als je dit nummer hoort, dat je gewoon met een dikke joint moet zitten of zo. Toen ik 16 werd, wou ik heel graag een brommer of een scooter. Maar dat kreeg ik niet, want dat was te gevaarlijk. Dus om wat veiliger te zitten, kreeg ik een brommobiel. Een 45 kilometer auto. En dat was een cabriolet. En als ik dan s'avonds naar buiten ging en iedereen stond heel stoer met die brommer en de scooter, en dan kwam ik aan. Brom, 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 brom. Dat was echt zo'n tractor. Sineke is nog maar net puber af. Voor mij is het nog maar heel kort geleden dat ik 16 werd. En dat jaar leerde ik ook Marianne Weber kennen. En dat was eigenlijk het jaar dat het opstapje begon na het Nationale Songfestival. Hallo lieve Sineke, Sweet 16. Dat was jij toen ik jou voor de allereerste keer zag. Iedere week zie ik jou groeien en groeien op dat ijs. Ik kan alleen maar zeggen, geniet van vanavond zoals je dat alle avonden hebt gedaan. En je kan het, meid. Ik ben zo trots op je. Dikke kus en ga ervoor, hè. Sineke is een lekkere, nuchtere meid met een stralende glimlach. Geniet ze van het leven. Dus het nummer This is the Life van Amy McDonald past heel goed bij haar. Samen met haar danspartner Ryan is hier Sineke. Ja, Sineke. Ja. Ging je lekker? Ja, voor mijn gevoel wel. Ik heb heel hard getraind deze week. Ja? En het was niet mijn makkelijkste week. Want? Nou ja, ik had heel veel dingen te doen en ik kon niet heel veel trainen. Maar ik heb het toch gestaan en we hebben het toch gedaan. En ik ben er trots op. En met je partner Ryan. Dat en moet ook Ryan. Heerlijk. Ja. Dat is die sterke, hè? Ja, zeker. Och, 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 och. Ja. We gaan even kijken of we wat kunnen zien van jouw prachtige act.
Want wat ik wel heel knap vind, Sineke, is dat je dan je doet voor zeg maar pootje over en achteruit en van links naar rechts. Ja, dat klopt. Nou, hier moet je toch de lucht weer in. Is altijd een risico, ja. Zowel voor jou als voor je partner, ja, uiteraard. Zeker. En jullie zien er prachtig uit in het paars. Nou, ja, ik vind het echt even een compliment voor de kledingmakers. Want ik vind het zo goed elke week. Dat is heel lief dat je dat zegt. Dan mag echt een heel groot applaus voor. Ja, zeker. Hé, hey, Sineke, nou is het, ik wil niet flauw doen of zo, maar dan heb ik van de week ergens een foto voorbij zien komen. Toen dacht ik, hoort dat zo? Wil je erover praten of zeg je van... Ik was wel de bedoeling dat het zo hoorde, ja. Oké. Ja. Maar nu... Ja. Ze zitten goed. Oké. Okay. Goed, dan gaan we het daar verder niet over hebben. Het was namelijk een foto die daar hing, Sineke op de kop. En daar gleed het een en ander uit. Maar dat maakt niet uit. Dat was even een hartstikke leuke foto. En hoe kun je het ook afdrukken dat iemand zeg maar op zijn kop hangt. En dat je dan denkt, wat gebeurt er allemaal? Ik let er nooit op als ik aan het schaatsen ben of alles goed zit. Nee, maar schat. Dan let ik alleen op mijn benen en of ik alles wel goed doe. Dus nee, en het is maar... Kijk, hier nog eens even, want hier ga je ook tekeer. Oh! Ja! Ik dacht eerst dat je hier zou gaan vallen, weet je dat? Nee, dat hoorde bij de spin. Maar wat gebeurt er dan? Dan draait hij half om of zo? Ja, hij gaat me omdraaien en dan moet ik mijn benen uit elkaar. Het is een gekke show vanavond. Hè. Wat doen we toch allemaal gek? Nou, we houden het knap en netjes. Ik vond, vorige week zagen jullie er prachtig uit. Nu zien jullie er weer prachtig uit. Dank en ik hoop dat de jury er ook zo over denkt. Ik heb genoten. Ik zou zeggen, ga met gierende schaatsen naar rechts. En succes, dankjewel. Struikel niet over al dat lieve berenspul. Zo, meid, was wel weer mooi, hè? Ik heb heel erg genoten. Ik zag het aan je en Ryan ook. Je was ook alleen maar aan het lachen, heerlijk. Nou, Mark, heb je ook nog genoten of blijf je zo de hele avond? Ja, een beetje. Maar wat is met jullie aan de hand vandaag? I mean, jullie hebben een geweldige repetitie gehad vanmiddag. En ineens, de eerste 20 seconden was niet goed. Maar gelukkig daarna, je hebt alles... Ik heb alles opgepakt. Ja, weet je wat het is? Ja, dat was, deze dat is week... goed. Deze week begon het echt bij iedereen de vermoeidheid toe te slaan. Ja, het is duidelijk. Iedereen heeft heel veel tranen gelaten deze week. Ja, dat was een zware week voor jullie. Een zware week, ik ben nog steeds trots op jou, omdat als je begint slecht, het is heel moeilijk om te verbeteren. En na 20 seconden, die niet zo goed waren, ineens paf! De energie was daar, de uitstraling was daar, alles was goed afgewerkt. En ze zeiden, oké, let's go in the lift, twee positie, je ging door met een spin, goede uitstraling. Dan de laatste twee derde van jouw cure waren goed, de eerste derde minder goed voor mij. Ja. Oké, Sita, misschien denk je daar helemaal anders over? Ja, nou, je gaat steeds beter elke week en dat is superleuk om te zien. En een hoge lift? Ja. Ja, te gek. En vanmiddag hebben jullie verklapt dat jullie al... andere hele te gekke hoge. Gaat het goed daar? Gewoon doorgaan hoor, Sita. Oké. Okay. Komt goed. Maar dat jullie voor de andere weken hoge liften aan het oefenen zijn. Ja, we zijn heel hard aan het trainen. Ja, dus volgende week willen we die zeker zien natuurlijk. En ik vond het lieve liedje heel erg bij jullie passen. Want ja, jullie zijn heel erg lief, maar jullie stralen ook heel veel uit. Heel veel vrolijkheid. En ik vond het... Nee, niet voor jou was dit. Nee, heel goed gedaan weer. Super. Ja. Dank je wel namens Sineke Maar. De punten die liggen er eigenlijk nooit om. Dus Jane. Ja, ik heb dezelfde mening als Mark. Vanmorgen ging het zo erg goed. En nu twee kleine haperingen in de eerste derde van het kuur. Ik geef je daardoor een 7. Een 7 van Jane. Hein. Voor mij krijg je een 8. Een 8. Sita. Voor mij ook een 8. Ook een 8. Mark, jij gaat een goed cijfer geven. Ik twijfel, omdat... Heel veel, altijd omhoog. Heel veel van jouw collega's gaan zo. En je, vanaf het begin je bent zo gegaan. Dan ik ga jou steunen, ik geef jou een 8. Oké, Nou, Sineke, een 7,8 gemiddeld voor deze kuur. Dan kijken we naar het scorebord en ga je een tweede plaats delen met Michael en Daria. Nou, dat is op zich niet zo heel erg slecht. Je kan het slechter treffen, maar toch. Als u wilt dat Sineke hier volgende week weer naast me staat, bel dan 0909-1355 of sms Sineke naar 4600. Dank jullie wel, Sineke en Ryan.